vandaag wordt wel een spannend dagje. Want de bedoeling is dat ik naar de kapper ga hier. En dan hebben we hier Mr. Mark, Hair Studio. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd. Dames en heren, ik ben op dit moment binnengekomen bij de Crocs hemel. Kom maar, komt goed. Ik trap hem zo in. Komt-ie. Oh shit. Er zit een cadeautje in. Dit was ons doel. En we hebben die behaald. Dus bij deze. Knol power! En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb echt heerlijk geslapen. Dus genoeg energie voor vandaag. Zoals jullie zien sta ik hier in een mooi huisje waar wij de afgelopen dagen zijn verbleven. Maar wij gaan uit dit huisje. Want er is een boeking geplaatst door andere mensen vanuit Nederland misschien. Ik heb geen idee. En die gaan hier inzitten tijdens de vakantie. Dus wij hebben alles ingepakt en hier liggen onze spullen. En het verbaast me gewoon nog hoeveel spullen we hebben. Ja. Jeetje Mina, dat is echt niet normaal. Als wij terug gaan vliegen, dan wordt dat echt nog een dingetje. Ja, die kussens en zo, dat is gewoon vervelend eigenlijk. Maar we hadden al wel nagedacht dat mama en Milan, als het goed is, wel wat spulletjes voor ons kunnen meenemen al. Ja. Dat zou in ieder geval heel erg relaxed zijn. Maar goed, we hebben dit hier zo buiten neergezet omdat de schoonmakers moesten om 10 uur bezig. Het is nu 9:45 geloof ik en we hebben alles klaar, alles buiten. Dus dat is perfect op tijd. Dus wij gaan lekker ontbijten en dan straks gaan we al deze spullen naar een nieuw plekje hier nog steeds wel op Il Gabbiano verhuizen. Want we blijven hier nog steeds. Heb je lekker geslapen, schatje? Nee. Nee? Nee. Ja, Marvin en ik hadden een beetje een discussie over de airco. Ik was zo warm vannacht. Echt zweten gewoon. En ik heb echt zoveel last van mijn nek. Ik dacht, die kant op kijken, kan je echt niet meer. Oh, soms heb je dat inderdaad. Dan slaap je zo slecht, dan kan je de ene kant niet opkijken. Dan moet je met je hele lichaam moet je bewegen. Deze kant op gaat prima. Maar ik kan wel altijd mijn eigen nek knakken, maar dat lukte dus vanochtend ook niet. Dus dat is wel een teken dat het echt vast is. Zelf heb ik een beetje last van mijn keel gekregen en ik denk door de airco. Ik denk door de airco. Dus vandaar dat ik tegen mij zei van zullen we alsjeblieft één nachtje even zonder airco slapen, kijken of het daarna beter gaat. En ik heb niet zoveel last van mijn keel. Ik hoorde je vanochtend wel heel erg snotteren. Ja, een beetje snotteren, maar niet heel erg last van mijn keel ofzo. Dus toen had ik zoiets van oké, dat werkt wel, maar ik weet wel dat Marvin inderdaad vannacht heeft gezegd van Enzo, mag alsjeblieft de airco hebben. Ik heb het zo heet, maar ik heb nergens last van gehad. Ja, gewoon niet heet, helemaal niks. Dus, maar goed, ik heb een lekker cappuccino ja, zo te zien. Ja, dat wil ik wel laten zien. Wow. Van café. Ja, geniaal. Echt schattig. Ja, dat heeft Cas mooi gemaakt. Ja. Ja, Cas die kan wel als een van de weinige goede figuurtjes hier. Hartjes. Ja, hartjes. Ja, doet hij leuk. Dankjewel Cas, shout out naar jou man. Zo, ik heb hier even de laptop bij me. Even wat dingetjes regelen. Even wat dingetjes in orde maken. En vandaag wordt wel een spannend dagje. Want de bedoeling is dat ik naar de kapper ga hier. En jullie weten dat ik met kapper altijd wel een dingetje heb in de zin van mijn kapsel is wel eens een beetje misgegaan. En om dan de keuze te maken om hier in Italië naar de kapper te gaan, een beetje riskant, denk ik. Want niet veel mensen gaan volgens mij naar de kapper als ze op vakantie gaan. Dat doen ze meestal ervoor en dan meteen weer als ze daarna terugkomen. En ik dacht van, weet je, we zijn hier nu al zo lang. Ik kan op zich wel weer een kappertje gebruiken, zijkantje helemaal strak, kort. Ik denk, ik ga het gewoon proberen. Ik denk, we gaan gewoon als we een goede kapper zien, tenminste als ik daar een goed gevoel bij heb, dan stap ik daar gewoon naar binnen en dan ga ik gewoon kijken of ik eruit kom. Ik ben benieuwd. Dus blijf kijken als je dat wel ziet. En ik ben natuurlijk, zoals jullie weer kunnen zien, echt goed gestoken. Dus laten we heel even een plusje maken. Ik weet niet of dat nog steeds super goed werkt. Ik heb dat eigenlijk helemaal niet meer gedaan de afgelopen tijd. Maar dit deed ik eerder altijd. Maak je gewoon een kruisje of een soort van plusje. Schijnt te werken, heb je een tijdje geen jeuk of zo. Oké, geniaal. Ik zit hier achter de receptie en ondertussen. Jij staat hier ook al de hele tijd. Ga weg, ik ga je niet helpen. Nee, oh, een grapje. Je moet gewoon even aankijken als de receptioniste. Vandaag is een hele drukke dag. En jeetje, respect voor de mensen die hier op dit moment vandaag aan het werk zijn ook. Want 22 mensen zijn vanochtend of gisteren weggegaan en 30 nieuwe mensen checken vandaag in. En ze zijn aan het rennen de hele tijd heen en weer. Er gebeurt van alles. En ik zit hier achter de receptie te werken, want ik heb de internetkabel in mijn laptop. En het geinige is dat elke keer mensen naar mij toe komen van can I ask you something? Of werk je hier? Kan je me helpen? En ik zo van, ik haal wel even iemand. Momentje. Maar ik leer steeds meer, Kika. Dus heel goed, zo je volgende baantje.
Maar Kika die komt in één keer naar me toe en die zegt van Enzo, ik weet een kapper, een hele goede kapper, daar moet je heen gaan. Ja, Mr. Mark? Mr. Mark in Minerva. Mr. Mark in Minerva. Ik heb de adres aan Miron gestuurd. Oké, okay, super. Om 1 uur, kun je afspraak. Om 1 uur? Oeh, dat is het. Waar is het nu? Aan 1, 12. Over 1,5 uur. Oké, okay, nou, dat gaan we even rijden. Superleuk, ja. Nou dankjewel. Ja. Oké, okay, goed, in de tussentijd ben ik nog steeds eventjes bezig hier op de laptop om wat dingetjes te regelen voor de vlogs natuurlijk. En ik ben super blij dat ik gebruik kan maken hier achter de receptie van een internetkabel. Want wauw, ik heb best wel last gehad van slecht internet met de camper. Maar oké, okay, you can do your thing. I'm done. No problem. Is it gonna make me say something I can? And here's Sylvia. Sylvia is very busy today, so. But it's okay. Do your thing, I will be quiet now. No problem. You can answer to the bell, okay? Ja, en er zijn Nederlandse gasten, hallo. Oh. Schat, wat hoor ik nou? Hoor ik een kip? Wat? Kijk, hij staat daar, hij staat daar. Die ga je nooit pakken hoor. Hij is hier. Hij is hier. Hij gaat al weg. Wat krijg je als ik hem vang? Niks. Je zei toch dat het onmogelijk was? Ja, het is onmogelijk. Hij is al weg. Nee. Kom schat, we moeten gaan. Je hebt een afspraak nu. Vang hem later maar, ja? Dan krijg je een ijsje van mij. Ja, kijk, dan heb ik motivatie. Nee, volgens mij is het echt onmogelijk inderdaad om zo'n kip te vangen. Als echt... ze echt tam opgevoed zijn, dan kan het wel. Ja, en als je dan misschien wat voer in je handen hebt, dan komen ze naar je toe. Ja. Maar anders is het inderdaad echt gewoon onmogelijk. Ze zijn zo snel. Dan moet je echt gaan duiken en alles en dan misschien lukt het nog geen eens. Dan moet je met een paar man moet je zo erheen lopen en dan proberen te grijpen. Maar dat is echt bijna onmogelijk. Oké, het is echt hartstikke druk met het inchecken en alles zoals ik al vertelde. Dus wij gaan heel eventjes weg naar de kapperafspraak. En ik ben heel erg benieuwd. Het kan of goed uitpakken of gewoon heel slecht. Het is niet echt een middenweg eigenlijk. Dus ik ben benieuwd. We hebben trouwens onze spullen nog niet in het nieuwe appartement gelegd. Dat gaan we later doen. En dan laten we ook even zien waar we dan de aankomende dagen blijven slapen. En het komt steeds dichterbij, mensen. De reden waarom wij hier langer in Italië blijven. De reden waarom deze dozen hier zijn bezorgd vanuit Nederland. Het komt steeds dichterbij. En het wordt op een gegeven moment helemaal duidelijk in één vlog. Ga ik alles uitleggen, alles laten zien. Het is in ieder geval iets wat wel echt serieus zo ontzettend vet is. Echt, ik kan niet wachten om het jullie te vertellen. Gruwelijk. Hier hebben we Polizia Locale, oftewel het politiebureau. En dan hebben we hier Mr. Mark Hair Studio. Oh mijn god, ik ben zo benieuwd. Ziet er wel luxe uit inderdaad. Oh, even mijn mondkapje op. Daar gaan we. Goeie. Nou schat. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Oh, het ziet er echt luxe uit hier, hè. Jeetje. Hoe denk jij dat je obscure zegt in het Italiaans? Dat weet ik niet. Gaan we toch zoeken? Ja, obscure. Zoek eens gewoon obscure. Ik ben echt zo benieuwd. En Google Translate erbij pakken. Serieus ideaal. Trouwens, als je ooit in het buitenland bent, kan je gewoon Google Translate gebruiken. En dan kan je ook het laten uitspreken. Dus dan typ je het in het Nederlands. Dan vink je aan in welke taal je het vertaald wil hebben. En als je dan op dat luidsprekertje klikt, dan gaat je telefoon het gewoon afspelen. Dus ideaal. Farsi la barba. Farsi la barba. Farsi la barba. Maar ik ga kijken wat het is. Ja, barbiere. Oké, barbiere is kapper in het Italiaans. Ik ben heel erg benieuwd of ik überhaupt iemand krijg die een beetje Engels kan. We gaan het zien. Wat is je naam? Federico. Wauw. Federico? Fred. Fred. Oh, Fred. Ik ben hier met Fred. Oké, okay, Fred gaat mijn haar wassen, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik ben benieuwd. Fred kan wel Engels. Hey, wel luxe hier zo. Echt, hè? Ik ben super benieuwd. They told me you are the best. Oh, thank you. Oké, okay, daar gaan we. Zit een massage in de stoel? Nee. Bij Jessica heeft hij zo'n trilletje, toch? Klopt. Klopt. Ik ben echt zo benieuwd. Dit is lekker, hè? Ja, dit is heerlijk. Het doet vet goed. Ja. Wow, blauwe ogen heb je nu zo. Met dat witte op de achtergrond. Mooi. Zachte handjes. Ja, lekker man. Daar zit ik. Ja. Wel echt super mooie kapper, hè, dit. Ja, heel mooi. Kijk hoe die grote spiegels, niet normaal. Kunnen ze dat zo schoonhouden? Om het uur schoonmaken waarschijnlijk. Oh, echt ziek. Ja. Ik vind dat echt zo mooi, zo'n spiegel met zo'n lamp erop. Ja, klopt. Dat krijgen wij ook in de badkamer. Yeah, nice. Ik krijg geen kraagje om. Ja, check dan. Is het magnetisch? Ja, is magnetisch. Wow. Ik heb het nog nooit gezien.
This is new for me. Never seen it before. Really? Yeah, do you have something nice in mind? Because normally I do the sides short and the back. Yeah. And I do it, yeah, I have my hairs always like, on top, it's yeah, long, yeah. Like, till my eyebrows. Yeah. Nice, lots to do. Not how short you normally go? Very, very short or not too short? Oh, normally I don't go too short. Marion gaat wachten in de kamer en ik word hier gewoon geknipt. En dan straks als het helemaal klaar is, gaan we naar Marion toe. En dan ben ik benieuwd wat ze ervan vindt. Nice. Ik ga het nu even aan Myron laten zien. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ik denk dat ze het wel nice vindt. Ja, heel chill. Myron, ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Hey. Super nice, hè? Ja, je hebt het goed gedaan. Ja, toch? Holy shit, dat is gewoon precies hoe je het anders ook hebt. Ja, precies dat, ja. Wow, lekker weer zo kort en achter. Oh, lekker, hè. Maakt toch groot verschil, hoor. Of je zijkantje even lekker zo... Fijn. Ja. Nice, petje ja, niet meer nodig. Blij dus. Fred was echt top. Nou, nu ben ik benieuwd hoe ik het gas moet betalen. Ja, ik ook. Zo, perfecto. Grazie. Fred, you're the best, thank you. Bye. Ciao. Zo, Fred's the best. Lekker kapje hoor. Lekker hoor. Ja, heerlijk. Echt heel erg nice. En ik moet zeggen, voor de tijd dat hij is bezig geweest en voor wat hij heeft gedaan. En ook aan het einde dat hij helemaal zo allemaal shit in mijn haar ging doen en zo. En allemaal zo ta. Moet ik zeggen, voor alles bij elkaar, voor 25 euro, wow, vind ik netjes. Best oké, het zijn gewoon normale prijzen. Ja. Dus voor hoe het er daar zeg maar uitzag en zo, dacht ik, dit wordt misschien een duur grapje. Ja. Maar nee, 25 euro, klaar. Ik ben helemaal tevreden. Goed zo. Helemaal nice. Tevreden. Ja, en met dit weer is het ook wel gewoon lekker om af en toe eens een keer gewoon niet je petje op te hebben. Ciao, Lotje. Om er weer op te wachten. Hey, ciao, Lotje. Lekker, hè? Het is warm, hè? Ga snel naar de schaduw, joh, gekkie. Snel naar de schaduw. Oh. Zo schattig. Hoe oud Lotje eigenlijk is. Ja, ik weet ook niet hoe oud Lotje is. Volgens mij zei Kika wel dat ze echt al oud is. Maar ik weet niet wat het dan precies echt oud is. Geen idee. Ik zal ons vragen later aan Kika. Ja. We zitten hier heerlijk eventjes weer terug op Il Gabbiano. Eventjes wat eten. En Marvin en ik wilden net bestellen. En wie komen er in één keer binnen? Ja hoor, het is familie Knol. En wat trouwens wel eventjes handig is misschien om te weten, voordat er heel veel mensen gaan afvragen, wie is dit, wie naast mij zit. Milan die heeft even een fotootje geplaatst op, ze heeft net een mond vol. Maar Milan die heeft een foto geplaatst op zijn Instagram, link staat in de beschrijving. Milan die heeft daar namelijk een foto geplaatst met zijn vriendin. Dus dan weten jullie ook dat die af en toe eventueel voorbij kan komen, ergens achter of hier aan tafel of zo in de vlog. Dus dan weten jullie dat. Voor de rest, we gaan even lekker broodje eten en daarna mogen we de auto van mama lenen. Ja, want zoals jullie weten, de auto van Luc en Kika, die Land Rover, die witte, die oude, voor hele lange ritjes is het niet de meest ideale auto, want hij heeft geen airco. Je kan ongeveer 90 km/u op de snelweg en omdat hij geen airco heeft, doe je de raampjes open en dan krijg je de hele tijd die wind en al die auto's en vrachtwagens. Dus het is heel erg chill. Mama zei van, weet je, neem gewoon mijn auto mee, ga daarheen. Het is namelijk 3 kwartier rijden. Kijk maar of het wat is. Dus ik ben heel erg benieuwd, dus we nemen gewoon de auto van mama mee. Dus het staat wel tegenover. Oei, dat er wat leuks voor jou meenemen. Nee. Oh, want we gaan namelijk naar de outlet store, dus ik ben benieuwd. Oh ja, dat is natuurlijk altijd goed. Nee, dat is niet. Ik heb ooit in jouw Lambo gereden. Nooit meer. Toen zei je dat Eén keer nooit meer. Nooit weer. Dat was maar heel kort. Ja. Maar dat was een automaat. Is een automaat. Mijn auto is ook een automaat. Dus ik kan nu in een automaat. Heel goed. Oké. Okay. Af en toe zet ik per ongeluk in de vooruit dan in de achteruit, maar... Net nog. Dat is maar een metertje. Net nog, ja? Ja, net nog. Echt? Dat was waar het toen nog misging. Nee, maar dit is serieus de reden waarom mama bijna tegen een lantaarnpaal aanklapte. Omdat ze dacht dat ze de Lambo in de vooruit had. Dat ze hem in de achteruit gaf ze gas. Helemaal in paniek, ja. Dat gaat nou eigenlijk bijna 9 van 10 keer goed. Ja, oké. Okay. Dus ik wil gewoon weer een keer in je Lambo. Oké, okay, dus we mogen jouw auto mee, maar dan wil jij in Nederland weer een keer in mijn Lambo. Ja, in Nederland is het toch haast geen hoogteverschil. Qua bergen en zo. Ja, wel paaltjes. Ja. Oké, okay, is goed. Nee, dat is de deal. We nemen de auto van mama mee en als we terug zijn in Nederland, dan rijdt mama maar een keertje weer in mijn auto. Aangezien ze dus nu meer een automaat gewend is. Ik vind het een prima deal. Wat jij, Marvin? Ik ook. Oké, okay, nice.
spreken we dat af. Oh my god. Bro. Drip. Drip, jongen. Hier. Shen die dacht, die Hensen die heeft Crocs. Ik doe wel even mee met hem. Ik overtref je. Oh mijn god. Heeft hij bij de Chinees gekocht, hoor. Bij de Nihao Market, waar wij ook wel eens komen. Nice. Nou, thanks, mam. Nee joh, we gaan gewoon gas geven. Oh ja, tenzij je heel graag wat wil uitleggen. Ja, maar ik rijd wel vaker auto, dus nee, komt vast goed. Gewoon gas erop, ja, toch? Ja. Holy moly, ik zie gewoon meer op mijn camera dan gewoon in het echt. Zie je dat? De tunnel is echt knijterdonker. Dat is bizar. Er zijn wegwerkzaamheden in deze tunnel. Dus alles is gewoon pikdonker. Er staan geen lichten aan, helemaal niks. Wauw. Dit is wel echt sick, dit heb ik nog nooit gezien. Gewoon helemaal donker. Ja, meestal zijn er wel een paar lampjes aan inderdaad. Ja, nu gewoon echt niks. Echt niks. Bizar. Ja, ik moet dan meteen weer denken van in Nederland zou dit nooit mogen. Maar... Dat kan inderdaad. Maar hier wel. Zou je wel niet weten hoe we aan het genieten zijn in deze auto met die airco en de stilte ook. Dat is niet normaal. Ik ben mijn zonnebril vergeten, dus ik heb die van mijn broertje op. Dus Shen, shout-out naar jou. Thanks voor het lenen van een zonnebril. Ook al weet je het zelf nog niet, maar ik ga hem heel houden. Goed, we gaan naar Francia Corta. En dat is schijnbaar dus een outlet store die best wel groot, leuk schijnt te zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd. Dus ongeveer, nou het was 3 kwartier rijden uiteindelijk. Misschien nog geen eens. Ja, 45 minuutjes inderdaad. Ja, nou prima te doen. Ja. Al helemaal met zo'n auto. Dus we zijn er straks, gaan het jullie laten zien. Ik ben echt heel erg benieuwd. Nou, het is overduidelijk naar rechts. Er is geen twijfel over mogelijk. Moet je dat bord zien, joh. Jeetje. Het is echt een mega bord dat het gewoon hier is. Nou, goed. Weet je wat echt een hele goede tip voor jullie kan zijn? Als je aankomt op zo'n grote parkeerplaats, net zoals hier. Kijk, er kwamen net mensen voorbij lopen, die lopen nu daar. En wat je dan kan doen, als je geen parkeerplek kan vinden. Kijk, wij hebben er eentje gevonden hier hoor, dus wij hoeven dat niet te doen. Maar ik stond op het punt om die mensen te achtervolgen. Want die komen met boodschappentassen, handen vol, gaan sowieso weg. Dus je achtervolgt ze gewoon. He, niet te dichtbij, niet te bang maken. Maar je achtervolgt ze en dan gaan ze naar een plekje. En dan kan je gewoon meteen een plekje innemen. Is toch ideaal? Ja, maar je hebt ook wel mensen slim? Die gewoon hun tas in de auto gaan leggen. Dan zoek je gewoon andere mensen. Kijk, hier heb je ook alweer mensen. En die hebben ook gewoon hun tasjes vol. Of tenminste, tasjes, handen vol. En die kan je ook gewoon gaan volgen. Ja. Die komen nu hier voorbij lopen. Kijk, ideaal toch? Meestal gaan ze weg, inderdaad. Juist. Dat is wel een goede tip voor jou. Zo, je krijgt dan wel even zo'n klapje in het gezicht, hè. Omdat je dan even airco hebt en dan in één keer buiten bent. Dat is echt een klap in het gezicht. Maar, we zijn er. Speeltuintje voorbij gelopen. En nu is het gewoon maar eens even... Ik dacht trouwens dat het een winkelcentrum was. Nee, het is allemaal buiten. Maar het is allemaal buiten inderdaad. Het ziet er wel leuk en gezellig uit. Dus ja. We gaan maar eens even rondje lopen. En kijken wat we tegenkomen. Lopen in rondjes? Ja, even kijken of we wat leuks tegenkomen. Ik ben benieuwd. Ik ben nu in de winkel en ik wil een pet passen. Hoe dan? Nou, als ik dit doe, valt hij weer naar beneden. Helemaal irritant. Dus echt, het zit precies ook hier zo. Waar je hem wil passen zit zo'n lipje. Nou, goed. Ja, ik zie het maar met één oog, schat. Wat denk jij? Is hij goed zo of niet? Ja, ik zie een rode pet, dus rood, ik denk knop aan. Mooi. Is wel gaaf, toch? Ik denk het ook wel, is hij goed zo? Ja. Ik twijfel alleen of hij niet te kort is. Maar wat ik bedoel, ik snap wat je bedoelt, jouw pet zit vaker tot op je oor. Ja, er staat een maat in, size 59. Maar ik heb nooit naar maten gekeken van petten. Ik dacht dat je altijd maar één maat had en dat je hem met dat lipje gewoon vast kon maken. Maar blijkbaar heb je sizes of zo. Ik heb geen flauw idee. Snap er niks van. Ja, deze zit ook weer helemaal kak met dat lipje hier ervoor. Ook precies weer op je voorhoofd gewoon. Ah, oh. Ik denk dat deze wel goed is hoor, schat. Wat, is dit? Wat heb je hier gevonden, joh? Ja, kijk eens even. Boodgroentjes. Geen heel, toch? Matchy. Hey. Ja, ga ik dan nu van de Crocs naar de fans? Ja, dat is de vraag. Ik moet zeggen, van 60 naar 40 euro. Ja, dat is wel een goede deal. Nou, dat is wel ziek aan zo'n outlet store als deze. Ze hebben soms best wel grote merken voor echt goedkope prijs. Ja. Overal is sale en yep. Echt super nice. Ideaal. 40 euro voor deze schoenen. Check eens in de spiegel. Ja, ik heb nog niet gekeken. Ik vind het echt nice. Ja, ik ook. Geniaal. Toch cool. Goeie maat? Ja, dat is goede maat. Het is 44,5. Maar het mag ook wel een beetje lekker zitten, omdat het van die instappers zijn. Dus ja, dan maakt het niet zoveel uit. Lijkt ze niet mega groot? Nee, helemaal niet. Ik zie ook nog helemaal witte. Ja, dit is wel geniaal hoor, mensen. Natuurlijk omdat het gewoon knolpauwrood is. Ik vind ze wel vet. Ik vind ze wel cool. I like it. Jeetje, kappetje, nieuwe schoentjes misschien. Oef.
Oh, die zijn voor dames. Maar ik vind deze sowieso mooier. Ja, deze zijn echt wel nice. Als ik voor hele veilige schoenen wil gaan, dan kan ik altijd nog helemaal de zwarte nemen. Maar dit is gewoon met veters. Maar nee, ik vind deze nice. Ik heb er een goed gevoel bij. Ja, ik neem deze mee. Met deze. Ja, dat is met veters. Dat wil ik ook zeggen, maar dat is ook wel hard hoor, vind ik. Dat is ook wel vet. Maar ik vind die instappers leuker. Ja, ik neem deze mee. Je hebt daar ook nog de grijze. Wil je die eens pakken? Oké, check wat Marvin heeft gevonden. Oei, yo. Ze zijn ook wel nice, toch? En deze zijn van? Ook van 60 naar 40. Oei, yo. Ik heb nu nog maar één paar schoenen bij me. Omdat mijn andere schoenen zijn gejat, mijn Balenciaga's. Dus, nieuwe schoenen kopen. Goed excuus. En nog veel goedkoper ook. Oei, yo. Wat vind jij? Ik vind die ook wel nice, hoor. Ik vind ze allebei nice. Ik vind ze zoals Milan doen, gewoon links, rechts. Ja, eentje rood, eentje zwart, zoals Milan. Ja, ik vind ze allebei mooi inderdaad. Ja, Milan die zou er zo bij lopen. Die zou ook denken, oké, allebei een aanbieding, neem ze allebei mee en ik ga er zo bij lopen. Oké, we lopen de winkel uit. Geloof het of niet, maar ik heb serieus ze allebei gekocht. De zwarte en de rode. Voor de zwarte moest ik €40 betalen. Die waren van 60 naar 40. Maar los van dat de rode van 60 naar 40 waren, waren ze ook nog eens 30% afgeprijsd. Dus die rode heb ik voor €28. Holy shit, ik heb gewoon twee paar nieuwe schoenen. Jeetje. Dus nieuwe pet, twee paar nieuwe schoenen. Ik ben benieuwd of Mario nog wat gaat scoren, maar voor mij is het al geslaagd. Nu al gewoon. Tokio, geniaal. Oké, we staan op dit moment in een mega grote speelgoedwinkel. En ik ga serieus gewoon deze speelgoedkaarten halen van Pokémon. Geniaal, ze zijn in het Italiaans, dus ik heb geen idee. Ik herken ze van de plaat. Geniaal. Besef, 10 cent erbij en het is net zo duur als mijn rode schoenen. Ja, echt hè? Want dit is €27,90. Nooit nog. Geniaal, Italiaanse Pokémon kaarten. Natuurlijk herken ik de plaatjes, maar de teksten, ik heb geen flauw idee. Ah, ik vind het gewoon leuk. Hoppa. Oké, dames en heren. Ik heb best wel wat leuke dingetjes nog gepast hier in de winkel. Ik heb hier ook een sikke bal gevonden voor €7. Alleen die is niet voor mij. Die ga ik weggeven aan een kindje die vandaag gevallen is op de camping. En die heeft een scheur in zijn hoofd. Dat was heel erg naar. Ik was samen met iedereen aan het lunchen, zoals jullie zagen. En toen rende er een kind voorbij. Die kwam net uit het zwembad. En die gleed uit over tegels. En die viel toen keihard met zijn hoofd tegen zo'n zijkant aan. Echt zo baf, vol met zijn hoofd. Dus die heeft hier zo'n scheur in zijn hoofd. Het ligt een beetje open, zo'n lap. Dus dacht ik van, oké, als we naar die winkel, die outlet store gaan, waar we dus nu zijn, ga ik sowieso iets kopen. Toen zag ik deze bal, ik vind hem wel echt super vet. Dus toen dacht ik van, weet je, ik heb geen knolpowerbal bij me. Dus dan koop ik hier gewoon in de winkel even een bal voor hem. Dus die ga ik later aan hem geven als we terug zijn. Hier liggen best wel wat vette spulletjes. Allemaal broekjes, korte broekjes, lange broekjes. Ja, dit is echt gewoon allemaal weer super goedkoop eigenlijk. Ja. Dus nog even deze haakjes meenemen. Hoppa. Geslaagd. Echt geslaagd. En ik heb serieus ook nog een lange broek gescoord. Ook heel erg nice. Oh ja, hier ook nog een hangertje. Dus we zijn wel lekker bezig. Ja, jij bent lekker bezig. Ja, ik vooral weer. Ja. Ik heb serieus... Als ik met jou gewinkt, drie... Dan, heb jij altijd superveel. Ja, klopt. Ik heb drie super nice mooie spijkerbroeken gekocht. In deze hitte. Nou, ik ben trots op mezelf. Want spijkerbroeken vind ik altijd echt verschrikkelijk. Maar nu had ik ze gevonden. Drie spijkerbroeken. Ik dacht... Die moet ik meenemen. Geslaagd. Hoor dit nummer. Brandon Lemmekini. Ja, nu hoor ik het. Marvin die gaat nog even een broek passen. Ik heb deze zelf gekocht in het rood. En Marvin die heeft gewoon een mannenbroek gepakt. Maatje XS is dit. Gaat Marvin er nog even aan doen. Kijken of het wat is. Nog eventjes lekker wat chicken nuggets halen. Ja! En check eens even wat voor bonnetje we hebben. We hebben bonnetje nummer 666. Oh shit. Dat allemaal goed gaat. Maar dat hebben we al een tijdje niet gehad, toch? Zoiets. Echt lang niet gehad. Dus daarom. We dachten, we vinden het wel eens eventjes gezellig zo. Even met z'n tweeën. Lekker smikkelen van de chicken nuggets. Oh mijn god. We hadden bonnetje 666. Ik krijg gewoon 6 nuggets. Oh mijn god. Dames en heren, ik ben op dit moment binnengekomen bij de Crocs hemel. Check dit. En hier ook joh, dat is toch niet normaal. Kijk hoeveel er overal hangen. Holy moly. En dat allemaal in de korting hè, wat ziek hè. Deze zijn ook wel vet, die regenboog. Kleuren zijn ook wel vet, deze felle kleuren, geel. Maar goed. Oei joh, die had ik nog helemaal niet gezien. Geniaal, vet. Nou, laat maar zien schat. Hoppa, nice broekje voor Marion. Ja. Ik heb wel een lange broek, is het te warm voor nu, maar het is
super nice. Ja, het is echt mooi. Gewoon echt een hele chille trainingsbroek dit. Ja, niet echt trainingsbroek, meer gewoon, ja, hoe noem je dit? Ja, weet niet, gewoon chill fitje. Vrije tijdsbroek. Nou, hop, omkleden. Zo, 4 tassen, dames en heren. We zijn echt wel geslaagd, hoor. Jeetje, Mina. Goed. Nou, dan gaat Mario nu terugrijden. Kan ik lekker chillen. En dan met 3 kwartiertjes zijn we weer terug. Nu moet ik wel zeggen dat ik veel meer geslaagd ben dan Myron. Want van die 4 tassen heeft Myron 2 lange broeken. 1 lange spijkerbroek, 1 lange, ja, die zwarte soort trainingsbroekachtig iets. Dus ik ben zelf wel echt heel erg geslaagd. Maar goed, volgende keer jij weer. Precies. Ook al hebben we in Italië al echt heel vaak gewinkeld. Ja. En heb ik nog geen 1 keer iets gekocht volgens mij. Of wel? Ja, jij bent gewoon heel erg op zoek nog naar leuke jurkjes. Ja. En, dat, ja, en zo'n tennisrokje. Tennisrokje en een kort broekje met een rits. Ja, die heb je voor vrouwen gewoon niet. Niet veel, nee. Voor mannen heb je dat wel heel veel. Ja, niet tennisrokjes, maar wel gewoon korte broekjes met ritsjes. Ja. Nou goed, het was in ieder geval gezellig, toch? Zeker. Het is ondertussen wel 7:55. Maar goed, hier sowieso in Italië eet je gewoon lekker laat. Dat is geen probleem. Precies. Maar 7:55, maar dat was gezellig. Maar ik ben er nu wel echt serieus achter dat ik hier vorig jaar met Francis geweest ben. Ja? Zaten wij toen niet bij Lago di Seo? Ah, dat is hier in de buurt. Nou, volgens mij is dat hier heel dichtbij. Ja. Het Iseo meer. Ik denk serieus dat ik hier vorig jaar, want ik herkende alles al. Ja, Marjan die had zo'n zieke déjà vu, die zei ik ben hier eerder geweest. Maar ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Maar dat was dus blijkbaar met Francis een keer. En toen gingen jij en Daniel vissen hier ergens in de buurt, hoor. Ja, dat zou best kunnen. Nou, dan ben jij er al een keer geweest. Nee, ik nog niet. Maar het is wel, serieus voor mensen die hier op vakantie gaan in de buurt, in de omgeving, is wel een aanrader. Vond ik wel erg leuk. Zeker. En mooie prijsjes. Picobello. Picobello. Ik ben er serieus zojuist achtergekomen dat ik de bal die ik wilde kopen... Nee, we hebben geluk. Hebben we wel geluk? Ik zag hem net liggen. Echt? Ja, we hebben hem wel. Oh, ik zag hem helemaal niet meer. Dus ik dacht dat ik de bal had laten liggen. We hebben een bal voor het jongetje gekocht. Ja, die op zijn kop viel tegen de deur. Wat lief. Ja, super nice, hè? Het is echt een goede bal dit, hoor. Ja, echt nice. Ik denk jullie kopen anti-slip schoentjes voor hem. Boom! Oh, wat zei je, man? Dat was wel een hele goeie eigenlijk, ja, wat je zei. Ik dacht dat jullie anti-slip schoentjes voor hem zouden kopen. Ja, want hij gleed uit omdat hij net uit het zwembad kwam. Nee, slippers en voetbal is niet... Ja, mama is al het voetbaltrainster geweest. Ah, 1 jaar. Maar ja. 1 jaar, voor mij was dat wel een heel erg lang jaar, hoor. Ja, ik ging altijd met je mee. En van mama heb ik geleerd dat ik met beide voeten moet hoog houden. Want ik was altijd maar met 1 been aan het hoog houden. Toen zei mama, doe dat nou met 2 benen. Ja, maar je moet deze aan doen van Enzo. Dit is een Juventus shirtje. Misschien kan je dat goed voetballen. Ja, deze heb ik gekocht. Oh, hoe super vet is die? Dit is echt super sick, mensen. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit heb ik serieus gekocht. En volgens mij was hij rond de 50 euro ongeveer. En ik vind hem echt super nice. Moet je kijken hoe chill die is. Het is gewoon een Juventus jack. Geniaal, toch? Ja, echt wel. Ja, ik ben echt super blij mee. Ik kan ineens ontzettend... Ja, niet normaal. Hier, kijk. Hier, hoppa. Door het jassie. Ja, die schoenen zijn echt mooi, schat. Ja, die zijn heel mooi. Die zijn echt leuk. Hier, Round World. Allemaal. Hoppa! Dankzij. Oh. Ja, je hebt ook gewoon slippers aan. Ja, dit wil echt niet. Dus dat is wel iets lastig, ja. Dat is een beetje. Oh. Tenminste, ik kan het niet. Ik voetbal eigenlijk ook nooit meer. Heb je ooit Around the World gekund? Around the World? Nee. Ja, je hebt echt lang niet gevoetbald, man. Je moet weer een keertje voetballen. Ik moet even weer een avondje gaan voetballen. Hier, want als je die klep open doet, dan trap ik hem er zo in. Kijk maar. Kijk uit, hè? Nee, dat kan, mag wel, hè, voor jou, man. Mag wel, hè, voor jou. Ah, ja. Kom, komt goed. Ik trap hem zo in. Komt ie. Oh, shit. Oh mijn god. Oh mijn god. Nee, dat is niet meer. Nee, dat kan. Oh, dat. Oh. Nou joh, zo gefixt joh. Hier, kijk. Zo. Oh. Ja, het is ik had gewoon op een briefje kunnen schrijven dat het mis zou gaan. Ik wist dat dit flexibel was, want dat is een van de voordelen. Dat als je meer bagage hebt, dan gaat het automatisch mee. Ah, zo. De hele kofferbak vol toen jullie hierheen kwamen? Nee, tot zo. Maar we hebben zoveel bij de outlet gekocht dat die zo tot zo. Oh shit, want wij hadden gehoopt dat jullie iets mee konden nemen van ons. Maar dat gaat niet. Ik kan ook wel wat onder de stoel. En, Oké, beter. Ja, we hebben 4 tas vol. Maar ik ben echt meest blij met deze. Jij. Ja, ik.
Ja, het is warm. Maar ik ben echt het meest blij met deze schoentjes. Serieus. En dat was gewoon ook een van de goedkoopste dingen. Super sick. Echt? Ik vind denk ik die crèmebroek van jou het mooiste. Oh ja, die is ook heel erg sick. Ja, een mooie trainingsbroek van Ja, ik heb altijd die van Myron aan. Die vind ik mooi. Ja, ik heb precies deze. Maar die doet Enzo altijd van mij aan. Ja. Maar die is hem eigenlijk net iets te klein. Nou, die is eigen. Oh, die vind ik heel mooi. Ja, vet hè? Die vind ik Ja, ik heb wel heel mooi spul gekocht hoor. Laat het zo allemaal even zien aan je moeder. Of ja joh, ik wil even een modeshow voor je lopen hoor, tuurlijk. Geen probleem. Okay. Nou, doen we deze dicht. Ja. Gaan we even naar de rest toe. Maar dankjewel mam, voor het lenen van de auto. Alsjeblieft. Super chill. Check wat ik heb gekocht. Ik denk dat jullie het vast wel met mij open willen maken. Italiaanse Pokémon kaart. Bro, hype. Hype, hype, hype. Wajo, bro. Vet. Sick toch? Ja, leuk. Dat vind jij wel cool toch? What the fuck? Ja, geniaal toch? Dat is waarom ik niet blij kan zijn. Nee joh! Is dat serieus een muggenbeeld? Ja, was veel erger nog. Bro! Dus ik ben gewoon niet blij. Je bent geowned, je bent geowned door een mug. Ja, ik wil of een Lambo shirt of een Italiaans shirt. Dus ik ben gewoon niet blij. Ja, nou ja, ik ben... Wow, dit is Zakian! Is dat goed zo? Ja, klopt. Nee, ik ben wel benieuwd. Alles Italiaans, heb je niks aan man? Nee, klopt. Maar hey, als er een Charizard in zit, dan is het vast nog wel episch, denk ik. Dan wil ik die wel hebben. Ja, dat dacht ik. Nou, sick. Die ga ik nog laten openmaken, mensen. Ben benieuwd. Daar zijn we. Nice. Heb je de sleutel? Ik heb de sleutel. Net opgehaald bij de receptie. Wel leuk dit, hoor. Geniaal. Geniaal. We zitten nu dus in het appartementje hier. Hartstikke leuk. Gaan we naar binnen dan. Nice. Hoppa. Zijn we onze spullen? Oh, ja. Goeie, wat schattig. Even licht aan. Oh, dit is echt leuk. Dit is echt geen... Wow, wie deed dat? Ik gooide hem op de bank. En ik kom daarin. Wow, dit is echt super leuk. Wow, dit is echt leuk. En dat je dan dit ook zo hebt. Ja. En hier heb je ook... Is ook leuk om... Met hier zitten lopen en het ijs ontvangen hier. Echt? Uitzicht op het Gardameer. Wow, wat sick. Geniaal. Ik wow, vind het gewoon echt een terrasje ook. Een terrasje? Best wel groot. Terras, ja. Wauw, dit is echt leuk. Oh, ja. Jammer dat we dit nog nooit gezien hadden ook. Echt mooi. Ik wist niet eens dat dit ook nog erbij hoorde, ja, dit hierboven. Ja. Echt mooi. Casa del Lago. Casa del Lago. Wauw, echt leuk. Ja. Supermooi. Een beetje haaier. Ja. Haaier. Haaier. We kunnen het wel eens zien hoor. Ja, geniaal. Echt nice dit. Ja. Ik had dit nog nooit zo gezien. Nee, ik ook niet. Hier blijven wij nu nog 3 nachtjes. 3 of 4 volgens mij. 1 van de 2. Superleuk. Geniaal. Ja, blijf nog lang in Italië, maar 3-4 dagen hier. En Luke en Kika helemaal zeggen van ja, het is wel een beetje een downgrade hoor. Nou, helemaal niet. Nee, ik vind het echt top. Geniaal. Ja, natuurlijk wel daar al in gewoon jacuzzi, maar oh, ja, check dat dit is wel zo. Oh, hier, citronella kaarsje. Wij hebben hier geen last geen misschien last van vliegen. Misschien belt mama mij omdat ze de code niet ja, heeft. Ja, en Milan belde mij ook al. Yo bro, moet je de code hebben van de poort? Oh, de spullen van mama en zo zijn hier ook allemaal. Ja, nou. Ah, die komen ze even ophalen. Maar joh, dit is sick. Ja. Dit is echt nice. Dit is echt fris. Dit is gezellig. Perfect. Ja. Heel blij. Je had gehoopt dat er water in de koelkast lag, hè? Stiekem wel, ja. Ik zie wel al muggen, dus we moeten vannacht weer op jacht. Je moet de deur dicht houden. Ja, ja, goed op muggenjacht. Het is echt muggenseizoen, dus niet normaal. Ja, maak hem dood. Ja, ik zie hem. Katza! Had je hem? Verdorie. Volgens mij niet. Oh, dit wel pijn. Goed, dan vanavond voordat we gaan slapen. Ja, daar, daarboven. Ik zie hem. Gaby, pak hem. Gaby, boven jou. Ben ik bij? Ja, ik heb hem. Echt? Ja. Dat is wel vies. Nice. Yes. Doe nu de deur dicht dan. Oh ja, oh, de voordeur. Wie laat het even open? Check dit ook, heb je dit al gezien? Ja, die badkamer, echt leuk. Ja. Nou, ik ben heel blij. Dit is echt perfect. Ja, ik ben ook super blij. Oh, het ligt koud water, de handjes. Super. Nice. Oké, het is nu echt mega, mega, mega Mindy. Mega Mindy. La 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 la. Milan heeft een blauw oog van de mug. Ik heb nu ook een Ik wil fietsen! Ik wil fietsen! Het is mijn voorman. Ik kwam altijd te laat. Van de les. Oké, ik ben een fijne vakantie. Stop. Oké. Okay.
Want ze gaan er echt tanden uit in je mond slaan. Mama say, mama say, mama say, come on. Waar zijn die spullen? Ja, die geef ik wel even. Ik heb een hele zak. Oh mijn god, Myron, check dit. Ze hebben gewoon een mug in een fotolijst. Nee, een libellen. Oh, is dat een libellen? Oh, ik dacht een mug. Ik wou bijna doodslaan. Een libellen. Een libellen. Ja, de spullen zijn hier. Top. Ja, dit dacht ik al. Jij hebt zo'n beeld onder je oog. Ja, ik ben gestoken. Ja, wat kloten. Had je niet door dat hij daar ging zitten? Ik sliep. Oh, tijdens het slapen. Ja, oh, bij het zwembad. Ja. Oh, dat is niet leuk. Maar het ziet er wel leuk. Dat is niet leuk, zei ik. Wat is die vakantie op Comfortmatras? Die is van ons, denk ik. Van ons. Ja, nemen wij ook wel mee. Hey, kijk eens achter, je hebt ook uitzicht naar het meer. Ja, ik heb hier echt niet tijd voor. Mama is heel zakker. Oké, dan gaan we nog even één. Wow. Doen we nog even één liedje. Wat is jouw verzoek? Nou, wie gaat de weg? Afrika, tot in Amerika, tot in Himalaya, tot in de woestijn. Tot ik toch weer thuis mag zijn. is dit echt alles? Ja, dit weet je nog dat? Nog weet je nog dat ene liedje van Sint Maarten? Ja, dat is even snoep. Snoep, 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 dat mag er zijn. Snoep, snoep, snoep en rot, top met je mandarijn. Ja, dat is een grappig trouwens over mama die zou rennen, maar die is gewoon, ik heb honger. Ja, oké, nou, dan gaan we nu. We komen eraan. Jullie hoeven niet te komen. Jawel. La cazzo. Piccolo cazzo. Piccolo cazzo, Milan. Piccolo cazzo. Gaan we even met je kleine piemel. Goed. Omkleden en eten. Omkleden en eten. Gaan we doen. Hoppa, zijn we weer. Hij is weer terug. Heeft niet lang geduurd. We gaan nu naar een andere glamping, vakantie. En daar gaan we even lekker avond eten. Want het is hier gewoon veel te druk. Het is echt niet normaal. En bij vakantie is het ook mega druk hoor. Maar daar was als het goed is nog wel even een plekje voor ons allen. Want we komen ook dan natuurlijk aanzetten met een groep van 6, geloof ik. Ja. Dus ideaal. Ik heb wel, nu begin ik wel trek te krijgen. Ik heb zin in een lekker stukje vlees. Vlees? Lekker stukje vlees. Vlees. Lekker stukje vlees. Dat is een lekker lappie, weet je wel. Ja, een lekker biefstukje bestellen dan. Ja, dat denk ik wel. En hoe bestel je die altijd dan? Wat? En hoe bestel je die altijd dan? Hoe wil je die graag hebben? Medium rare. Mini. Ik ook. Pepersaus. Ja. Ja, dat dacht ik al. Ik ook. Hey, zo hè. Tjik, tjik. Doe eens, goed. Nee, alleen die muisvingers. Vet hoor. Ziek, hè? Zo. Maar stap in, dan gaan we een vleesje van je halen. Maar alsjeblieft, doe normaal. Ojo. Ojo, een raam is gewoon eruit gejat. Ik deed dit. Gewoon gestolen. Ik deed dit. Raam is gejat. Ojo. Hij was gewoon nog open blijkbaar het raam. Nee, hij is gejat. Hier ook. Ja, maar hier merk ik wel aan dat jij echt eten moet hebben. Trekken. Ja, dat je trekken. Dat je zo in één keer doet zo. In één keer doet zo. Mag ik nog wat van die drinken? Ja, tuurlijk. Kijk, konijntje. Ja, konijntje. Ga uitstappen. Wat moet doen dan? Ik wil naartoe lopen. Hij gaat toch wel weg. Dan kunnen mensen hem duidelijk zien. Ook al zien jullie hem waarschijnlijk wel duidelijk zitten daar. Wow, die is ook snel. Ja, ziek hè. Maar hij bleef heel erg lang zo staan, omdat hij deed alsof hij gewoon een stukje bosje was. Ja, ik ben een boom, ik ben een boom. Ik ben een boom, ik ben een boom. Is het de meest verlepte toeter ever. Toch schrikken. Oké, ik heb een natte mouw. En dat komt omdat ik wilde laten zien hoe de douche werkte. Hier, maar dat ging niet helemaal goed. Dus toen werd ik helemaal nat. Maar goed, wij gaan nu even aan jullie laten zien. Even demonstratie. Ja. Hoe Shen slaapt. Okay. Kijk, Shen is namelijk de grootste, de langste van de hele familie. Het is het kleinste beetje geknipt. Kijk, hier een kast. Zijn oom zit gewoon tegen de muur. Tegen de muur en tegen de kast. Oh mijn god. Oh mijn god. Ja, hoe lang ben je nu? 1,96. Wow, dat is ziek meter. Hè. Waar haal je die lengte vandaan? Eten. Heel veel eten.
Nee, maar dat is echt ziek. Niemand is ooit zo lang geweest in de familie. Echt gelijk. Ik dacht dat je ging zeggen, niemand is ooit zo lang geweest. Nee, Shen is de langste ter wereld. Nee, lang geweest in de familie. Man, waar haalt Shen zijn lengte vandaan? 1,96. Ja, en hij krijgt goed te eten. Jullie bizar. Ik had iets van geld toen jullie klein waren. Dus en nu meer, dus nu krijgt hij meer te eten. En nu wat meer. Jongen, ja, echt bizar. Nou goed, ik heb hier in ieder geval, dat heeft mij in ieder geval gedaan. Die heeft al het plasticje eraf gehaald, dus we komen steeds dichterbij. Dankjewel. Geniaal, hè? Ik heb mijn badpartner aan, jongens. Wil je die nog uitdoen? Nou, niet bij de camera. Man. Goed. Ja, moet ik? Dit is voor jou. Ja, ik heb jou nog. Ja, maar neem maar op. Hij is aan de telefoon nog. Ik hoor hem praten van weer. Ja. Wat is aan de telefoon? Jan was het toch? Hallo? Hallo? Sorry, ik hield het niet meer. Kom eens, van binnen. Tutto bene. Ciao. Het is een powerbank. Goed. Nou, ik weet niet waarom ik hier sta eigenlijk. Ik weet ook niet waarom ik hier sta. Gaan we eten? Sorry? Ja, we gaan eten. Laten we dat doen. Wat gaan we doen? In ieder geval, ik zal heel even laten zien waar mama en... Nee, hoor. Het is een beetje, we gaan verhuizen. Hè? We gaan morgen weer verhuizen. Ja, ik weet het. Maar kijk, dit is de badkamer. Hier zo. Het is gewoon een toilet en een douche. Ja, maar kijk eens. En dan... Wat doe je nou? Kijk dan. Wow, sick. En die verandert? Veranderd van kleur. Oh, geniaal. Nou, het ziet er mooi uit. En dan hebben ze hier twee bedjes. En dan daar aan de andere kant heb je ook twee bedjes. Hetzelfde als hier. Ach, die hebben ze op slot gedaan. Hebben ze de deur op slot gedaan? Ja. Nee. Hey. De deur op slot. Hij is niet op slot. Hij is wel op slot. Hij is wel op slot. Dat kan niet vanaf deze kant. Ja, maar van die kant. Ja, hier zit hij op slot. Hij is op slot. Dat kan je alleen vanaf de andere kant doen. Ja, dus wij kunnen het niet om. Uit. Ik sta hier. Nee, die is buiten. Die is aan het wachten. Myron! Loop nu niet zo te ouwehoeren. Anders krijg je geen eten meer, hoor. Oh, Myron is weg. Die is ook naar buiten. Hij is gewoon op slot gewoon weggegaan. Hier. Echt? Ja. Wat een muts. Ja, wat een gek. Jongen, wat gek. Ja. Nou, kijk, hier zitten ze. In deze prachtige plek. TV'tje, aircootje, hier keukentje. Oh, ze zijn zo blij. Ja, mooi, ja, toch? Maar ik vind het wel een beetje lullig. Wat? Ik had het hier helemaal opgeruimd. Ja, dat klopt. Oh, en nu komen wij? Nee, is niet jullie schuld. Oh. Nee, is het niemands schuld. Toen zijn we naar de outlet geweest en hebben we heel veel gekocht en alles is nu ontploft. Ja, maar dat maakt toch niet uit, ik ben op vakantie. Dat vind ik wel een beetje lullig. Nee joh, dat is helemaal niet lullig. Nou, ik hou de deur open, dan komen alle vliegen erin. Nee. Kijk, dames en heren. Let op, hè. Dit is echt... Ik snap niet waarom ze dit op deze manier verkopen. Kijk, let op. Ik maak hem open. En dan heb je de eerste kaart. Nou, gaaf. Die zie je al op het begin. En dan heb je zo'n code. Nou, die mogen jullie hebben. Alsjeblieft, de code. En dan heb je serieus dit. Van die hele box. Ja, en daarom is hij ook zo licht. Dat is toch raar? Ja, daarom is hij zo licht. Er zitten 4 pakjes in. Kijk, dat had ook zo gekund. Ja, en dan helemaal vol. Hè? Ik snap het niet. Nou goed, we hebben in ieder geval 4 pakjes. Ik ben benieuwd of we iets episch krijgen. Dan wel in het Italiaans, maar boeien. Jean zei gracias. Gracias, zei dat. Ja, hoe je dat wanneer? Gracias is Spaans. Ik ben ja. Niet. Ja. Grazie. Grazie. Ik zeg dat al heel de vakantie. Echt? Gracias. Ja. Oh mijn god, geniaal. Ja, gracias in Spaans. Ik dacht, hij doet dat voor de grap. Lekker, jongen. Ja, yeah, no problem. Okay. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Waar hoop je op? Een code weer. Alsjeblieft, voor het online spel. Ik ben benieuwd of we dan een Italiaanse kaart krijgen op het online spel. Goed, wijk op hoop. Ja. Charizard natuurlijk. Oh, okay. Ik Charmander. Nee, Charmander is te beginnen. Komt hij, hè? Let op, dit wordt episch. Let op. Oh, die was al glimmend. Charizard! Damn, 1 glimmende maar. 1 Didi, maar die heb ik al. Oh. We gaan meteen verder. Hier heb je weer de code. Ik ben echt dat we een hele goede episch krijgen. Ja, dat hoop ik natuurlijk altijd. Nou, daar gaat hij. In het Italiaans. Oh! Die had je nog niet. Even. Die heb ik zeker. Maar ik heb ze allemaal nog niet in het Italiaans. Maar... Nee, maar deze Pokémon heb je toch nog niet? Ik is even. Zo, gaaf kaartje. GX-kaartje. Nee, dat is geen GX-kaartje. Oh. Het is geen GX-kaartje. Maar die lijkt er wel op. Ja, het is shiny. Het is nice. Oh, sorry schat. Hier ben ik blij mee. Hier weer de code. Kijk eens aan. Ik heb een cadeautje mee.
Dit is voor jou. Echt waar? Oh, nice. Mag ik openmaken? Zo, dat ging snel. Ja. Kijk, dit, kijk. Sermione. Sermione. Weet je wat ik had gevlocht voor je? Ja, dat weet ik nog wel. Hier zit een cadeautje in. Dit was ons doel. En we hebben die behaald. Dus bij deze. Kijk maar wat erin zit. En er zit nog één in. Is dit iets voor mij? Weet ik niet. Moet je even naar de maat kijken. Het zijn twee verschillende officiële Italiaanse shirtjes. Ja. Dit is een L per me. Ja. En dat is een XL voor jou. Oh, oei, lekker. Joh. Wow, lekker. Blij? Ja. Keihard. Ja, die ga ik meteen even aandoen. Wow, en in dit stukje vlog dachten wij, je hebt de groene gekocht. Dit is de derde shirt, dat is het tweede shirt. Dat is een trainingsshirt, toch, zeiden ze? Nee, deze niet. Oh. Dit is volgens mij de derde, is dit. De laatste. Kijk hoe geniaal. Wow, hij is mooi. Super vet. Ja, hij past precies. Het is XXL, zag ik, maar dat is gewoon perfect. Ja, dat zit lekker, joh. XXL zo. Ja, het is XXL, maar dat is perfect. Dat vind ik nice, een beetje bank. Oh ja, dat is XL. Oh, yo. Nice, ziet er goed nice. Uit, schat. Geslaagd, hè? Ja, super toch. Geslaagd. Hey, ja, heb je ook geen... heb je ook geen natte mouw meer? Nee, inderdaad. Wow, goede timing. Top, beter kon niet. Nou, superleuk. Oké, dan ga ik nu de Pokémonkaart die hier komt als shiny, die is voor jou, ja? Ja. Hey, Lapras, die is wel vet. Oké, dat had je niet moeten zeggen, want nu komt er een Charizard. Oké, komt ja. Ik word wel lijp, hoor. Pikachu! Hey, had je die al? Ik heb niet gehad. Dankjewel. Hier, bro, Pikachu. Sick. Ah, oh, die is niet gaaf. Yes. Pikachu, yes. Ik wil alleen weten hoeveel het waard is. Pikachu is wel nice, hoor. Buon appetito. Kijk, hier een code. Daar komt hij. 3, 2, 1. Wow, kijk, dit is wel een GX-kaart, schat. Echt? Ja, kijk, dat wat is nu het verschil dan? GX staat daar. Oh, het lijkt er wel echt op. Ik dacht gewoon zo'n donkere kaart, dat GX was. Geniaal. Kijk, een GX kaart en een V-kaart. Ah, kijk, nu zie je het verschil wel, hè? Ja, nu zie ik het verschil. Super nice, hè? Heel nice. Hoppakee. Nou, ik ben blij. Ik vind het leuk. Leuke pack-opening. En ik heb een Italiaanse Pikachu. Kan ik weer toevoegen aan mijn collectie. Lachen. Maar ik ben meest blij met mijn shirt natuurlijk. Ja, die is echt mooi. Heel nice. Ziet er goed uit. Echt nice, bro. Dat is perfect. Oh, mooi. Wit. Ja, graag gedaan. Ik wilde hem ook super graag in het wit hebben. En weet je wat het leuk is? Zat. Ik vind die andere vetter. Ja, ja, oh, die wat donkerder. Dat is goud namelijk. Vind ik vet. Blauw met goud. Ja, nou, ik vind deze echt super cool. Top. Ja, ik ben echt blij mee. De Elisabeth zei nog van, is de price correct? Is ze not fake? Is die man, no fake here. No, official. Ja, hij is wel echt de officiële van Puma inderdaad. Ja, officieel shirtje gewoon. Hatsé. Ja, lekker hoor. Als je 12 bent, dan zeg je wat is je favoriete eten? Dat is pizza patat. Ja. Kijk dan, hij heeft gewoon pizza patat, joh. Holy moly, geniaal. Hoe geniaal is dat? En dat is het nog steeds. Mag ik eentje? Ja, dat is echt geniaal. Nou, ik heb een lekkere Italiana salad. Heerlijk. En jij hebt echt een zieke klom mozzarella, hè? Ja, caprese. Ja, heerlijk. En broodjes. Nou, lekker smikkelen, hoor. Ik ben blij dat we nog konden eten, want we zaten hier om 9:50 en om 9:30 gingen de keuken dicht. Maar we konden gelukkig nog of pizza bestellen of salades. Dus dat is alles wat we hebben. Pizza en salade. Nou, wat wil je nog meer? Heerlijk. Oké, jongens. Enzo is de laptop aan het halen. En ik ga hem proberen te laten schrikken. Bye! Vind je dat leuk? Schrok heel niet. Nou, een beetje binnen. Oh, het zag er niet echt goed uit. Ik dacht, het schrikt heel erg. Nee, ik heb 2 flessen water gehad in mijn laptop. Oh, je bent een toppetje. Nee, alleen maar schrikken. Top. Ik was net tegen de camera aan het praten, toen was je er al. Dus het was voor mij ook een beetje een verpeste schrikactie. Oké, dames en heren. Dit was weer een hele leuke, geslaagde dag. Hopelijk hebben jullie ook allemaal genoten. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol, power!